Astrona, de club die het heelal verkent, lid van Stichting Naturus Almelo, zorgde voor een analemmatische zonnewijzer in Doepark De Hagen. En dat was een hele klus. Ze hebben hier vanochtend prachtig een ellips uitgezaagd. Moet je eens kijken hoe mooi dat geworden is. Heel knap werk van Leushuis. Sierbestratingen. En het wordt nu een beetje schoongespoten. En straks komt de datumplaat van de analemmatische zonnewijzer in het midden te liggen. En die moet precies op zijn plek komen. En dan wordt dat uitgezaagd. Dus ze gaan nog een keer zagen met een diamantzaag. En dan gaan ze daarna de datumplaat bevestigen in het midden. En vrijdagochtend dan wordt er begonnen met het bevestigen van de uren, de uurplaten. Dus het schiet op, maandag begonnen en nu al zover en het ziet er heel mooi uit. Dit is de analemmatische zonnewijzer in het Doepark De Hagen. En het is een soort klok en hij komt niet helemaal overeen met onze horloge of onze klok op de telefoon. Nee, hij geeft de zonnetijd aan. En de zonnetijd die kun je hierop aflezen door op de datumplaat te gaan staan op de juiste plek. In het midden. Het is een soort kalender van januari tot en met 21 juni. En het 21 juni dan staat de zon het hoogst. Dat is de langste dag. En dan gaat hij verder weer naar december. En als je op de goede plek gaat staan en de zon schijnt, dan geeft jouw schaduw, die geeft de juiste zonnetijd aan. Er komen, dat is wel bijzonder voor deze zonnewijzer, zogenaamde Lambert-cirkels in. En die Lambert-cirkels, die geven de zonsopkomst en zonsondergang op de langste en de kortste dag aan. En ook wanneer het lente is of herfst. Komt een uitleg, die komt hier binnen ook te liggen. En ik denk dat de gastdames en gastheren daar ook wel uitleg over krijgen, zodat ze bezoekers kunnen informeren hierover. De zonnewijzer wordt nog officieel geopend, want we hebben natuurlijk allerlei sponsors die ons geld gegeven hebben. Zoals het Rogge Kampijtsfonds heeft een hele grote bijdrage gedaan. Rabobank ook en Stadsfonds Almelo. En daar gaan we nog een officiële opening voor houden. Er is nog geen datum bekend. Maar we zijn er natuurlijk heel blij mee dat zij dat dit mogelijk gemaakt hebben. Astrona heeft al jarenlang gedacht van nou, zo'n zonnewijzer moet hier komen. Want dat is ook een bindend element voor alle verenigingen die hebben met de seizoenen te maken. En deze zonnewijzer, daar kun je ook wat betreft de seizoenen heel veel van leren. En het is dus niet alleen maar voor Astrona bedoeld, maar voor alle verenigingen van het Natuurhuis en natuurlijk alle bezoekers. En ik hoop dat er vooral ook veel scholen komen om hier kennis van te nemen. En we zijn ook bezig om daar lessen voor te maken.